Tempreen, Jasmin of dus Hilde Rens heeft het weekend nog bij jou doorgebracht. Ja. Had u dit zien aankomen? Had ik dit zien aankomen? Als ik het had zien aankomen, had ik haar zondag niet naar huis laten vertrekken. Ik heb Hilde heel lang gekend en ik zag haar de laatste maanden wel van die hele sterke, krachtige, intense vrouw. Ze werd heel broos en ze was heel verdrietig. En ze sprak er wel over dat ze zich van binnen al dood voelde. Maar ze was zo omringd door zo'n enorm netwerk aan mensen die haar graag zagen. Haar familie, haar zussen, haar vrienden, haar vriendinnen. Dat ik ook tegen haar vol overtuiging heb gezegd, het komt wel goed met jou. Jij komt hier doorheen als een wijzere vrouw. Jij gaat terug liefhebben, jij gaat terug genieten. En dan keek ze me zo aan, zo van, denkt ze? En dan had ik zoiets van, ja. Maar zij geloofde er duidelijk niet meer in. Nee, anders had ze dat niet gedaan wat ze gedaan heeft, natuurlijk. Maar ik ben ook nog steeds eigenlijk in shock. Ik had niet verwacht dat ze dit toch zou doen. Ja, begrijpt u het toch ook ergens een beetje? Ik begrijp het, want ik heb haar verdriet gezien en ze zat heel, heel diep. Maar ze werd ook bijgestaan door een arts. Maar ik denk ook wel dat je, al ben je zo omringd door zoveel mensen die je graag zien, dat je dan ook heel eenzaam daartussen kan staan. Ze was er wel mee bezig. Ze wilde een warm gezin, ze wilde een liefdevol leven. En ja, ik denk gewoon dat ze dat niet meer zag gebeuren voor zichzelf. Is het echt door die breuk met haar vrouw dat het eigenlijk allemaal is omgeslagen in haar leven? Er is natuurlijk veel gebeurd, maar Hilde heeft de laatste jaren ook zo ongelooflijk hard gewerkt. Er was de radio, er was de rode loper, er was er zo is er maar één. Er was haar muziek waar ze helemaal ook vol voor ging. Ze ging overal heel vol voor. Ze ging altijd tot op het bot, heel intens. In haar werk, in haar vriendschappen, in haar liefde. Ik denk dat er... Ik heb dat ook van het weekend tegen haar gezegd. Van, is er niet meer aan de hand dan alleen... Allee, ik wil dat niet onrespectvol zeggen, maar dan alleen maar liefdesverdriet. Heb je niet een burn-out of een depressie? En dan zei ze ja. En ze heeft een heel boek bij mij dit weekend gelezen over burn-out en de symptomen daaromheen. En zei, ja, ik weet het niet of dat het is, maar ik ga er toch met mijn dokter over praten. Ik weet dat ze een afspraak had afgelopen dinsdag. Eergisteren. Maar ik weet niet wat er vandaag in haar is omgegaan. Ik weet Want je hebt wel dat beeld inderdaad, wat je ook zei, van een sterke vrouw. Die slaat zich daar wel doorheen. Ja. Was dat ook de echte Hilde Rens? Was dat inderdaad zo'n sterke vrouw? Of was dat soms ook haar imago waar ze zich mee verdedigde? Goh, ik denk ook wel dat Hilde was ook wel had een enorm groot hart. Maar ze was ook heel kwetsbaar. Hoe gaat dat als je in het midden van de schijnwerper staat? Dan moet je dat kwetsbare hart ook een klein beetje beschermen. En daar een eeltlaagje op leggen. En misschien was dat ook wel dat coole imago. Maar ze was ook wel... Ik denk ook wel dat ze was altijd echt. En misschien was ze dan, deed ze dan misschien wel wat stoerder, maar ze was wel echt. Als je iets kreeg van Jasmin, aandacht, liefde, vriendschap, dan was dat heel intens. En zij heeft mij ook ongelooflijk gesteund in de moeilijke periode die ik had toen ik hier bij de VRT vertrok. Zij was daar gewoon. Zij stond daar ook echt als een huis in. Wij, mijn gezin en ik, hebben ook van het weekend echt zo... Ja, haar met heel veel warmte en liefdeke omhelst. En ze vond dat ook heel fijn. Ze heeft ook een heel schattig briefje achtergelaten. Zeker geen afscheidsbriefje, want de volgende keer als Ella bij haar was, gingen we haar naar de boerderij, gingen we naar de veulentjes kijken en ging ze mijn zoon eerst akkoorden op de gitaar aanleren. Dus ze had eigenlijk nog plannen. Ja, absoluut. Dus... Maar je zegt het ook, hè, van een carrière, heel hard gewerkt... Je zat natuurlijk een beetje met dat dubbele beeld. Je had Jasmin, de één presentatrice, ook in Eurosong, dat beeld. En dan, waar ze echt mee wou bezig zijn, die kleinkunst, die poëzie, zat ze daar niet wat gevangen? Goh, het is natuurlijk heel dubbel, hè? Want het zijn twee verschillende werelden die eigenlijk naast elkaar bewegen. En ik vond dat ze dat wel heel goed deed. Hè? Ze deed de rode loper af en toe met een knipoog en een beetje cynisme. En ik vond dat ze die kruisbestuiving, dat ze dat heel goed deed. Hoe moeilijk dat ook is, want het zijn inderdaad twee werelden. En ze had ook wel die hele donkere kant en dat poëtische en dat... Ja, was haar carrière, denkt u, wat ze zelf wou dat haar carrière was? Was ze daar gelukkig in? Goh, gelukkig zijn was niet iets wat de laatste maanden in haar
opkwam. In haar opkwam, denk ik. Maar ik denk wel, ik heb dat ook gezegd, je doet fantastische dingen. Ze begon inderdaad wel veel in twijfel te trekken. Ik heb ook gezegd, jouw muziek, die doet zoveel voor mensen. Jouw teksten, die doen zoveel voor mensen. De manier hoe je ze brengt. Je doet mensen voelen. En dat is ze begon eigenlijk aan alles te twijfelen, als ik u zo hoor. Ja, en ik begrijp dat ook wel. Dat alles begint te wankelen als je... Ja, als je zo'n groot verlies leidt, als je grote liefde, als dat blijkt dat dat niet meer werkt. En als je dan ook moe bent, want ze was echt wel moe. Als je ziet, als je haar, je hebt net de beelden gezien, maar als je ziet haar carrière van de afgelopen jaren, ik vond dat bovenmenselijk. En daarbij dan ook nog dat creatieve en mee moeken zijn over Ella. En dat was veel. Ja. In één woord, wie was Jasmin Hilde voor u? Een heel intense, liefdevolle, warme, krachtige, ongelooflijke vrouw. Hartelijk bedankt, Martin Prene. Dank je wel en veel sterkte. Dank je.